Ja. Dat was voor jou een eiland. Heel goed. Dat is zo'n tijd. Toch geen jongens daarover gaan vliegen. Voor jullie hier leven, direct ja. Dat direct dat we daarover hadden. Dat is echt een eigenaar als je weet dat mensen heel direct mogen zijn hier. Dat niet met jouw gevoelens wel van rekening houden. Oh, ja. Ja, want in Zeeland, we hebben geen informatie, we krijgen geen lessen over dit soort dingen. Ja. Dus, ja. Ja, maar zo houden we je. Asepwa negasi finemo. Samson wachlibi. Gebreid. Hier in Nederland zijn we wel de vers om te zeggen wat je mag. Maar daarin is ook een grens. Wij tonen respect naar elkaar. Iedereen mag van elkaar houden. Man of man, vrouw of vrouw. In Nederland zeggen jullie nee tegen racisme. Ik ook, ik zeg ook. Nee tegen racisme. Ik hoop dat ik een tijd heb in Nederland. Ook ben ik blij dat ik mag studeren. Ik heb veel geleerd. Ik heb zoveel geleerd dat ik nu niet alles heb kunnen laten te zien. En dank jullie. Tegen mijn eigen land cultuur. Het is verschillend. En wij... De studenten ook respecteren met mensen praten, solidariteit, gelijkheid, vrijheid, alles denken. Wat we proberen is dat we een aantal dingen leren. Ze hebben natuurlijk de taal te leren, maar eigenlijk is het ook heel belangrijk dat je snapt waar je bent. En een belangrijk onderdeel van eigenlijk de op weg naar de participatieverklaring is in Leiden het gesprek. En daarmee bespreken we met alle nieuwkomers in de stad wat onze normen en waarden zijn, wat onze gebruiken zijn, wat we belangrijk vinden. Wat ik net ook even in mijn verhaaltje zei, is dat we bijvoorbeeld heel belangrijk vinden dat mannen en vrouwen in ons land gelijk zijn, dat die evenveel kansen hebben. En dus ook de oproep aan alle dames in de zaal om die kansen nu te pakken. Ja, nou kijk, de verklaring alleen, daar moet iets aan vooraf gaan. Hè? Want er is ook heel veel discussie over in Nederland wat dit nou zou helpen. En ik denk als het een mooie afsluiting is van een moment of een heel proces waar je met elkaar al door bent gegaan, dan is het waardevol. Dan heeft het toegevoegde waarde. Maar dat andere moet je ook doen. Je moet met elkaar het gesprek voeren over waar je bent. Wat wordt er verwacht hier van mensen? Want ik zeg altijd, wij bieden een hele hoop als samenleving. Maar je moet die kans ook zelf pakken. Je moet zelf hard werken om dingen voor elkaar te krijgen. En, dus ik zie dit vooral even als een feestelijk moment dat je al zover bent gekomen. Maar alleen een verklaring waar verder niks bij zit, dan levert het niet zoveel op. Dus het is echt die combinatie die het waardevol maakt.